83, 84. En je mag grotere stappen nemen. Dat 80, meer, en ook de andere kant op. 86. Ik durfde niet met de trein te reizen. Omdat ik bang was dat ik de dingen die de stemmen tegen mij zeiden, ging uitvoeren. Ja, dat. Jeugdtrauma komt eigenlijk best veel voor. 1 op de 8 mensen wereldwijd. En we weten dat 30% van de psychiatrische problemen ter wereld zou verdwijnen als er geen jeugdtrauma was. Maar we zien eigenlijk ook dat het risico op psychose verdrievoudigt bij mensen met jeugdtrauma. En als je in gedachten houdt dat dat zo'n enorme impact heeft op het risico op psychose, is het eigenlijk wonderlijk dat we voor de behandeling van psychose eigenlijk zo weinig aandacht hebben voor die jeugdtrauma's. Voordat ik in behandeling ging, had ik heel erg last van mijn trauma's en van mijn stemmen. Ik kon het niet afsluiten, waardoor ik me daarop bleef concentreren, waardoor ik dus ook ging geloven wat ze tegen mij zeiden. Dit was trauma gerelateerd door dingen die tegen mij gezegd zijn. Ook zag ik dingen die er dus eigenlijk niet waren. Zag ik mannen in mijn slaapkamer, waardoor ik niet kon slapen. Ik voelde me achtervolgd. Dat maakte me heel erg bang. Wat ons nog steeds zo enorm verbaast is dat de rol van die trauma's vroeger in de jeugd zo'n enorm lange doorwerking heeft. Je ziet dat mensen eigenlijk hun hele leven lang kwetsbaar blijven. En kwetsbaar voor psychose, kwetsbaar voor depressie. En we hebben aanwijzing dat zich dat ook helemaal in het lichaam vastzet. En we zijn nu ook studies aan het doen om te kijken hoe dat dan in het DNA werkt. En of dat ook niet een aangrijpingspunt kan zijn om de behandeling voor mensen met een jeugdtrauma te verbeteren. Er is een heel scala van met name psychotherapeutische behandelingen voor trauma. En je hebt therapieën waarin je je hele levensverhaal vertelt. Er zijn therapieën die speciaal gericht zijn op de emotionele betekenis van herinneringen, met beelden, met de oogvolgbewegingen, EMDR. Veel mensen hebben daar al wel van gehoord. Nadat ik behandeling heb gehad voor de stemmen, ben ik in traumatherapie gegaan. Dit heeft me heel erg geholpen, ook weer bij het stukje stemmen, maar vooral om mijn wereld nog groter te maken. Zo ben ik nu aan het werk als ervaringsdeskundige. Geniet ik weer van het leven en kan ik dus weer de mooie dingen van het leven zien in plaats van alleen maar de minder leuke dingen. Wij zien hier in ons zorgprogramma Stress en Trauma dat niet alleen de symptomen van die posttraumatische stress erdoor verbeteren, maar dat veel van onze patiënten ook beter gaan functioneren. Het herstel erg bevorderd wordt.